De hedendaagse universiteit is zo verschillend van die van 30, 40 jaar geleden. Als je toen keek, leek het wel alsof de universiteit een gesloten bastion was. Eén keer per jaar ging de ophaalbrug naar beneden om mensen uit te laten die afgestudeerd waren, nieuwe mensen in te nemen die wilden gaan studeren. Als je op dit ogenblik naar de universiteit kijkt, dan zie je in feite een enorm groot warenhuis. Een shoppingmall in Amerikaanse termen te spreken. Waar allerlei klanten rondlopen die allemaal iets van hun gading aan het zoeken zijn binnen die universiteit. Dat is een ongelofelijke ontwikkeling die fantastisch is en die duidelijk maakt dat de universiteit midden in de samenleving is komen te staan. Soms is het zelfs een beetje beangstigend dat men altijd maar het antwoord van de universiteit verwacht. Maar wij moeten geweldig ons best doen om antwoorden te geven en te laten zien dat we heel goed luisteren naar wat die samenleving aan problemen ziet en op welke wijze de universiteiten daar een bijdrage aan kunnen leveren. Het woord universiteit komt van universitas, een gemeenschap. En als je nu naar de hedendaagse universiteit kijkt, dan kun je eigenlijk niet meer spreken over die ene gemeenschap. Het zijn eigenlijk heel veel verschillende gemeenschappen geworden. In die zin kun je veel meer gaan spreken over een multiversiteit. Heel veel verschillende groepen die allemaal met hun eigen disciplines, met hun eigen teksten, met hun eigen opgaven, met hun eigen profilering bezig zijn. En de opgave is om van die hele grote diversiteit, dat is de kracht van de universiteit, om daar ook nog iets van te maken wat bindt. Het is een gemeenschap van mensen die allemaal bezig zijn met zichzelf verder te ontwikkelen. Dus eigenlijk zou je kunnen spreken van de vraag of je niet van het woord universiteit naar het woord multiversiteit toe moet. Het is niet maar één, het is zoveel dat ieder van, ja, eigenlijk elk lid van de samenleving iets anders van die universiteit verwacht. En dat geldt hetzelfde voor verschillende organisaties, voor bedrijven, voor verschillende typen van overheidsinstellingen die zich met zorg of anderszins bezighouden. Die zoeken allemaal naar antwoorden binnen universiteiten. En daarom zijn universiteiten zich steeds meer aan het ontwikkelen. Ja, je zou bijna zeggen met een onderbiedig woord tot warenhuizen, waar iedereen wat kan kopen wat van zijn gading is. En waarbij iedereen ook een vraag kan stellen om iets bepaalds te krijgen van die universiteit. Dat is denk ik de kracht van de moderne universiteit. Groot, meeslepend en heel goed luisteren naar wat de samenleving verwacht. Dat betekent dat universiteiten zich op verschillende manieren gaan profileren. Ja, ze zullen allemaal anders moeten doen. Ze lijken niet op elkaar. Ze hebben verschillende culturen, verschillende achtergronden. En ieder zal daarbinnen keuzes moeten maken. Maar die keuzes kun je niet op één manier maken, alleen maar van boven naar beneden. Die keuzes moeten gemaakt worden door heel goed te kijken waar de sterke punten in die verschillende universiteiten zitten. En elke universiteit heeft een aantal van die echte zwaartepunten. En in die zwaartepunten probeert men zich ook te profileren en ook te excelleren. Om te laten zien, ja, dat zijn nou voor onze universiteit de meest krachtige punten die we hebben. En in die zin is het Nederlandse landschap ontzettend goed. We zijn een hoogvlakte, maar daarbinnen hebben we ook nog echte pieken. En die pieken zijn internationaal zichtbaar. En die pieken zijn ook datgene waar wij, ja, internationaal geweldig veel aandacht mee krijgen. En veel waardering voor krijgen. En als de universiteit zich nog verder kan ontwikkelen, dan kunnen we die hoogvlakte misschien nog een klein beetje verder omhoog krijgen. En nog een paar pieken extra. Dat zou nog mooier zijn dan wat we op dit ogenblik al doen. Het is heel interessant om te zien dat de afgelopen jaren steeds meer het Nederlandse model van hoger onderwijs zichtbaar geworden is. En dat model is niet dat wij één of twee excellente universiteiten hebben en een grote groep die in de middenmoot zit, maar dat eigenlijk al onze universiteiten in de top zitten. Wij zitten allemaal met universiteiten in de top 200 van de wereld. En dat is binnen de 1% van de beste universiteiten. Dan kun je wel zeggen, ja, subtop. Nee, 1% is absoluut een wereldtop. Daar moeten we heel trots op zijn en daar moeten we verder op kunnen. Dat is ook het punt waarvan ik zeg, samenleving, realiseer je nou ook wat je in handen hebt. We hebben niet een laagvlakte, we hebben een enorme hoogvlakte. En in die zin moet de Nederlandse universiteiten in dat betrekkelijk kleine landje hebben een model ontwikkeld waarbij er geen slechte universiteit bestaat. Dat is een formidabele prestatie die geleverd is. En daar kunnen we echt op bouwen. Dat zie je ook dat Nederland wat dat betreft, ja, in het buitenland ook een voorbeeld is geworden. Het is een Nederlands model, daarover werd gesproken in de Times. Het Nederlandse model van hoger onderwijs. Dames en heren, andere landen, kijkt u daar vooral goed naar. Want dat is ook een model. Niet alleen zoeken naar één of twee excellente, maar zoeken naar een heel hoog gemiddelde.
dat is de samenleving misschien beter nog mee af dan met één of twee excellenten.